Wat kunnen we doen? Hoe kunnen we meer inclusief worden als samenleving? Ik ben Laura en ik loop de alternatieve vierdaagse voor het COC. Het COC staat voor emancipatie, acceptatie en vooral belangenbehartiging van de mensen in de regenbooggemeenschap, de LHBT+ gemeenschap. Roze Woensdag is ontstaan omdat tijdens de vierdaagse vroeger heel veel mishandelingen en treiterijen waren naar mensen uit de regenbooggemeenschap. Die werden uitgescholden, soms zelfs mishandeld. Uiteindelijk is dat geëscaleerd. En toen is er vanuit een soort protest, CQ-tegenbeweging, de Stichting Roze Woensdag opgericht om daar meer vorm en inhoud aan te geven. Mijn boodschap aan andere mensen uit de regenbooggemeenschap zou vooral zijn: kom voor elkaar op, wees er voor elkaar. Er is nog zoveel mis in de wereld en je hoeft niet per se vooraan te staan bij een protest of in je eentje op de barricade te springen. Doe mee met petities, doe mee met acties, laat je stem horen. Kom op voor anderen en voor jezelf, het is zo belangrijk.